Hi, hier uit Berlijn. Mijn naam is Jacqueline en ik heb tijdens mijn opleiding heb ik ook een half jaar in het buitenland gezeten. Mijn afstudeerstage in Australië. En dit wil ik zeker aanraden aan jullie om dit ook te gaan doen. Ik kan met absolute zekerheid zeggen dat dat echt het mooiste jaar is geweest van mijn leven. En omdat ik zo'n super periode in Koefstein had, ben ik naar Innsbruck verhuisd, waar ik dus nu nog steeds ben. Hier woon ik nu al 3 jaar. Hoi, ik ben Paul. Ik woon in Gent en ik studeer aan Lucas School of Arts, waar ik een educatieve master volg in de beeldende kunst. Ik ben ooit begonnen op het mbo, Graafs Lyceum, waar ik Graafs vormgeveropleiding heb gevolgd. Ik ben Melle, ik ben oud-bursaar van het VSB Fonds. Ik ben in 2011 afgestudeerd aan de ROC Midden Nederland in Amersfoort voor een opleiding sociaal-juridisch medewerker. Vervolgens ben ik hbo-rechten gaan doen in Rotterdam. En toen ben ik met een beurs van het VSB Fonds naar Zuid-Afrika gegaan. Als ik terugkijk naar het Graafs Lyceum, is daar mijn liefde voor het maken van beeld wel ontstaan. En tegelijkertijd, door bijvoorbeeld een stage in Londen te lopen, door extra klassen te volgen en door superleuk contact met de docenten te hebben, besefte ik me ook dat ik op een meer autonome manier met beeld om wou gaan. Na mijn mbo-opleiding ben ik naar Vlissingen gegaan voor mijn bachelor. Dit was International Business and Languages. Zat ik eerst 2 jaar in Vlissingen en daarna ben ik eerst een half jaar naar Koefstein gegaan. Hier heb ik een buitenlands semester gedaan, kreeg ik les in de Duitse taal en kon ik natuurlijk van de omgeving genieten. Mijn naam is Joël Vuik, ik ben een kunstenaar, ik ben operazanger en ik heb mede dankzij de studiebeurs van het VSB Fonds in Hamburg, Duitsland, mijn master en mijn postmaster kunnen doen. Naast dat ik mijn praktijkervaring heb opgedaan, heb ik ook ontzettend veel genoten van de stad natuurlijk, van een nieuwe cultuur, hoe het is om als internationale in een andere maatschappij te zijn en ook om te zien hoe zij hetzelfde beroep uitoefenen. Het is heel erg goed geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn Engels is veel beter geworden. Ik heb heimwee overwonnen. Ik heb een tweede thuis nu. En dat heeft er nu toe geleid dat ik niet alleen maar in Nederland zing en optreed bij onder andere de Nederlandse opera in Amsterdam, maar ook bij de opera in Hamburg. Ik heb concerten gedaan in Riga. En ik ben aan het werken aan een internationale carrière. En ik had dat zonder die beurs niet voor mogelijk gezien. Los van het doen van een stage in het buitenland is het voorbereidingstraject net zo leerzaam. Dus ik wil je ook zeker aanraden om daar de tijd voor te nemen en ook te zien wat er wel en niet mogelijk is en je niet te laten tegenhouden voor organisaties die waarschijnlijk het niet supporten, maar te zien dat met het VSB Fonds er heel veel mogelijk is. Dus ik kan het iedereen zeker aanbevelen om tijdens het mbo al naar het buitenland te gaan, zichzelf beter te leren kennen en op zoek te gaan naar nieuwe ontdekkingen en uitdagingen. Dus ik hoop dat jullie dat ook allemaal mee mogen gaan maken. Ik hoop dat jullie een heel leuk project kunnen vinden waar jullie naartoe kunnen. Ga het doen. Ga naar het buitenland. Ik wens jullie succes en ik ben benieuwd waar jullie terechtkomen.